Ik ben Ella Groenendijk en ik werk bij DSM Sinochem Pharmaceuticals. Ja. Wij zijn een bedrijf dat antibiotica maakt, allerlei soorten wereldwijd. En in Delft doen we dat al heel lang, 150 jaar. En ik doe personeelszaken. Ik ben Joost de Blok. Ik ben oprichter en bestuurder van Buurtzorg Nederland. Ja. Dat bedrijf bestaat nog maar 6 jaar. Mm-hmm. Dat is een stuk korter. Wij doen wijkverpleging. Dat betekent dat we allerlei type patiënten thuis verzorgen, verplegen. Mm-hmm. En dat doen we met zelfsturende teams. Een team is maximaal 12 mensen. Het idee is dat als je met een kleine groep bent, dan is het overzichtelijk. En kun je alles zelf organiseren. Mm-hmm. En dan heb je er eigenlijk weinig omheen nodig om het goed te laten functioneren. Je moet een overzichtelijke schaal hebben. Zowel qua gebied wat je bedient, als qua team waar je in werkt. Mm-hmm. En nou, dat leidt tot een routine waarin je dag in dag uit eigenlijk bezig bent om zo optimaal mogelijk zorg te verlenen. Ja. En hoe is dat bij jullie? Nou, wij werken vol continu in de fabriek. Ja. En dat doen we met 5 ploegen van per ploeg 5 of 6 mensen. En zij moeten dan zorgen dat de fabriek goed blijft draaien. Ze worden geacht allemaal, en dat is ook werkelijk zo, allemaal hetzelfde te kunnen en te doen. Okay, ja. Maar sommige mensen hebben wel een beetje een voorkeur voor het één soort werk boven het ander. Dus ze maken onderling wel afspraken. En dat is nou juist de zelfsturing, dat ze onderling afspraken maken over wie welke taak doet. Oh, dat is wel heel herkenbaar. Dat is wat wij ook nastreven. Zeg van, het gaat er vooral om wat zij als oplossing het meest ideaal vinden. Ja. En als ze daarbij rekening houden met ieders wensen en belangen, dan hebben we ook het idee dat het veel duurzamer is. En waarom zijn jullie eigenlijk begonnen met zelfsturing? Wat was het idee daarachter? Werken in een team waarin je alles met elkaar zelf regelt, dat leidt tot de meest optimale zorgverlening. Wij zeggen, je kan beter consensus hebben in een groep over hoe je het doet. Want dan is dat je eigen oplossing. Mm-hmm. En dan zal ieder ook bereid zijn daar moeite voor te doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, omdat je het zelf hebt afgesproken. Omdat je het zelf hebt afgesproken. Ja, ja, ja. Maar jullie hebben een hele lange geschiedenis achter de rug. Hebben jullie op een gegeven moment besloten om het anders te doen? Ja, 2001 hebben we een nieuwe fabriek gebouwd. En toen zijn we begonnen met zelfsturende teams. En het idee erachter was, omdat ze zich dan meer eigenaar voelen van het proces en van de fabriek, dat ze dan beter presteren. En dat blijkt ook zo te werken. Ja. En als je je eigenlijk een beetje zelf eigenaar voelt van die fabriek, dan heb je gewoon meer ideeën, dan ben je creatiever, dan voel je je meer verantwoordelijk. Dus je loopt een stapje harder misschien zelfs. Ja, ik heb vorig jaar de vraag gesteld, welke teams hebben de ideeën om de zelfredzaamheid van mensen te versterken? Ja. En er zijn 100 projecten uit voortgekomen. Zo. Dus iedereen heeft wel ideeën van hoe iets beter kan. Mm-hmm. Als alle mensen meedenken, dan krijg je veel meer creatieve ideeën. We kijken natuurlijk wel mee wat die ideeën zijn. Ja. En heel vaak zijn het besparende ideeën. Okay. Omdat de operators heel goed weten dat we het ook alleen maar redden als de kostprijs zo laag mogelijk is. Okay. Dus iedereen vecht ervoor om echt de laagst mogelijke kostprijs te hebben van onze producten. Ja. Door het anders te organiseren kun je zeg maar, de kosten, de indirecte kosten enorm naar beneden brengen. Ja. En je kan tegelijkertijd de werkbeleving ontzettend verbeteren. We hebben geen stafafdeling. Daardoor kun je de overhead terugbrengen tot ongeveer 1% ten opzichte van het geheel. Ja, en dat is in de thuiszorg waarschijnlijk heel erg weinig. Dus gemiddeld is dat 15%. Ja, ja. En we zien dat de marges die je dan hebt ook veel gezonder zijn en veel hoger zijn dan gemiddeld in de sector. Ja. Dus in die zin levert het ook veel financieel een veel gezondere situatie op. Ik zou adviseren, hoe groot je bedrijf ook is of hoe klein ook, om het op te knippen in behapbare stukjes. Ja. Maar dat je in dat stukje gewoon je eigenaar kan voelen van het bedrijf. Ja. Dus organiseer het zo dat het allemaal kleine bedrijfjes worden. Ja. Ik was wel benieuwd hoe bij jou het uitgepakt heeft op de tevredenheid van de medewerkers. Gemiddeld is het wel omhoog gegaan. Ja. Het is natuurlijk tegelijkertijd zo dat als je zelfsturing toepast, dat mensen ook kritischer worden. Maar wat altijd heel hoog scoort is de vrijheid die mensen krijgen. Ja. Dat er goed naar hen geluisterd wordt. Mm-hmm. Ja, en daarnaast zijn natuurlijk altijd verbeterpunten, maar daar werken we ook aan. En eigenlijk hoef je daar
dan niet heel veel voor te doen. Eigenlijk is wat je doet, is vertrouwen geven aan de medewerkers en ervan uitgaan dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. En wat je ervoor terugkrijgt is waardering op alle mogelijke vlakken. Ja. Dus we zouden het iedereen aan kunnen raden. Ja, absoluut.